Welkom bij Pessel en Bonen. Welkom bij Dito. Nou, Paultje, we hebben ik ben meegegaan, een verre uitreis naar Sittard. Het was een bewogen wedstrijd. Hè? Moeten we het nog hebben over het vuurwerk gooien? Of? Nou ja, er is al genoeg over gezegd, Ab. En ja. Ik vind, laten we het hierbij laten. Ik vind het jammer dat Bozekan uiteindelijk de dupe ervan is geworden. En eigenlijk wil ik het hier bij afsluiten, het vuurwerkdrama. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben meegegaan naar die uitwedstrijd. Ik zat in het vak en het was ook wel onder de supporters. Hè, was het ook een hele grote schrik. Hè. Dus ik hoop dat we niet zo'n hele groep gaan veroordelen over het gedrag van een paar jongens. Want eigenlijk van de 400 die er mee gingen, waren er eigenlijk 380 heel erg ziek ervan dat het gebeurd was. Nou, laten we dan niet verder over het voetbal hebben, waar we eindelijk 3 punten hebben gehaald. Ik laat wel eerlijk wezen, ik hou mijn hart toch wel vast bij die verdediging. Ik zou je heel eerlijk zeggen, de eerste 25 minuten af leek het weer helemaal nergens op. Nou hadden we het geluk dat Fortuna gelijk met de lange bal begon te spelen. Dat als wij die bal kwijt waren, dan we ook weer heel snel terug hadden. Maar ieder kop wel verloren. Ik vond elke aanval van Fortuna, wat ik echt een eerste divisieclub vind. Ja. Elke aanval van Fortuna hield ik mijn hart vast. Nou, weet je, je ziet gewoon, achterin is het gewoon heel onzeker. Ja, vond ik als ook. Als die bal over de middenlijn heen gaat, dan denk je al, als die me niet instapt. Nou ja, maar dan denk ik dan zo, we hebben Ter Averis lopen. Dat is een jongen die heeft 100 jaar Eredivisie gespeeld. Ja. Dan hebben we die Nick Viergever, die heeft 100 jaar Eredivisie. Marel er van nog de Marel, die heeft ook 100 jaar Eredivisie gespeeld. Nou, en dan hebben we dan Van de Kust, die is dan een nieuwe speler. Jawel, maar die was vorig jaar een van de betere. Ja, maar ik denk bij mezelf, kunnen ze nou niet dat onder elkaar, met zoveel ervaring, dat beter wegzetten? Ja, ik wijd dat toch een beetje aan hoe we eigenlijk de eerste wedstrijden zijn gaan spelen, Ab. Ja. Dan hadden ze die 3 man achterop. En dan met die wingbacks, waar iedereen iedere keer helemaal vol van is. Ja, nu moeten ze weer met 4 man in verdedigingsblok gaan staan. Maar weer na een half uur, dan hoor je onze trainer dan na de wedstrijd bij meneer Van den Berg praten. Ja. Weer na een half uur gaat hij eigenlijk weer zijn speelwijze veranderen. Ja, maar dat hebben we iedere keer kennen we dat niet in het begin? Is hij maar nou zo eigenwijs? En ik vind hem stront eigenwijs. Ik heb het idee, als wij iedere keer erover hebben dat hij anders moet gaan voetballen of met een ander middenveld, dat hij denkt, dan zet ik die er toch weer lekker in en die zet ik er ook in. Geloof me, als we die Torenstra niet hadden gehad, hadden we hem gewoon verloren. Nee, Torenstra, die je pakt het hele middenveld. Die is nu al van een hele grote meerwaarde. 3 doelpunten bij betrokken? Ja. Niet normaal wat die jongen voor een werk verzet. Nee, wat me toch wel zorgen baart is dat we van achteruit bijna geen opbouw hebben. Nee. En dat is wel jammer, want als ik naar de selectie kijk, hebben we juist spelers in de selectie zitten met juist die capaciteit. Ja, ik moet eerlijk zeggen, precies wat je zegt. En ik gun die Van de Kust natuurlijk al het goede. Maar ik vraag me af of dat hij nou wel geschikt is om op dit moment dit systeem zoals hij het wil te spelen. Nee, als hij met 4 man achterop gaat spelen, dan is hij zeker van meerwaarde. Maar toen Warmedam erin kwam, die heeft precies een 1 inderdaad voor het aan- en uitkleden. Want die stond ook nog eens een keer aan de verkeerde kant te dekken. Hè? Ja. Die jongen aan de binnenkant. Ik moest wel lachen toen die Sean Kleiber erin kwam, dat hij het eerste balcontact gelijk bijna een eigen doelpunt maakte. Dat had wat geweest trouwens. God, was maar aan de andere kant, je zag wel zijn inbreng. Die bal, die moet ik hebben. Ja, zo gaat hij erin. En ik geniet van zulke spelers. Ja, ik snap er sowieso al niet. Maar goed, dat zal wel weer aan mij liggen dan. Dan halen we zo'n jongen, die komt van Ajax, die is fit. En dan moeten wij dan opeens laten zien dat wij scheid aan Sean Kleiber hebben. En zetten we hem in de wissel. Nee, maar dat is geen scheid aan Sean Kleiber hebben. Nee, dat is onze trainer. Ja. Die vindt, want die hebt de hele week lekker getraind, denk ik. Dat hij vindt dat eigenlijk de Averstar gewoon moet staan. Maar wij hadden verwacht dat de Averstar zou opschuiven naar het midden. Ja, nee, luister, ik had al überhaupt verwacht dat Kleiber er wel in zou staan. Ja. Anders hoef je dat soort jongens niet te halen. Dat bedoel ik. Dan denk ik bij mezelf, dan zit onze platenbaas zit op de tribune. Ja. Die geeft toch in een tijd van anderhalve week een hoop geld uit om 4 versterkingen te halen. En nou goed, dat die Younes op de bank zit, dat snap ik wel.
je hebt nog wel eventjes te gaan, hè, want hij leek wel een beetje pijn, vond ik, die jongens. Ik moet je eerlijk zeggen, hey, ik heb al, in die paar minuten dat hij speelde, heb ik wel genoten. De eerste balaanname die hij had, dat kun je gewoon aan zien. Dat is een echte voetballer. Ja. Als die jongen fit is, dan gaan we daar heel, heel veel plezier van dus, hebben. Dus als je nu naar de selectie kijkt... Zijn broers niet trouwens, begreep ik. Zijn broers die zijn er niet. Ja, weet je, ik vind het allemaal wel mooi, hoor. Van alles en nog wat wordt er tegenwoordig bijgehaald. Laten we nou eerst eens gewoon lekker over het voetballen gaan hebben. En laten we zorgen dat we het hier weer goed op de rit gaan krijgen. Ja. Dat mensen weer gewoon lekker naar het stadion kunnen komen. En over het stadion gesproken, daar wil ik het ook wel even over hebben. Als wij 10 jaar geleden of 5 jaar geleden naar het stadion kwamen, dan vond ik het gezellig. Ja. Dan ging ik al een half uur van tevoren zitten, want dan kreeg ik Utrechtse liedjes te horen. Ja. Het was een gezelligheid. Er stond een Utrechtse zanger, een Rick Hoogland of noem maar op. Ja. De zon in je hart werd gespeeld op de middenstip. Ja. Nu krijgen we alleen maar van dat muziek dat ik gewoon zo moet zitten. Ja, maar dat is, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb wel eens het idee dat wij een DJ hebben die daar alleen maar voor zichzelf aan het draaien is, in plaats van nadenkt over publiek. En als we het dan hebben over opruiende muziek, dan denk ik dat we dat niet heel erg goed kunnen doen. Nee, Ab, maar ik heb het al meerdere keren aangegeven daar. Nou wil niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb, maar ik hoor wel in en rondom het stadion, Paul, het is er niet meer zo gezellig. Nee, dat is ook niet zo gek. Nee. Als je ECDC en dat soort muziek gaat draaien, dan worden mensen niet blij van. Joh, zorg dat die muziek niet op 10 of 12 staat. Nee, zet hem op 6, dat mensen met elkaar kunnen praten, maar dat het toch gezellig is. Dan weet ik zeker dat ook de sfeer gaat veranderen. Nou ja, goed, ik heb ze aangeboden. Bij mij komt na de wedstrijd onze grote vriend Chabo. Die is heel bekend op het moment. En ik heb de veiligheidscoördinator gebeld dat hij gratis wil optreden in het stadion. Daar hoeven ze niks voor te betalen. En dan wil hij voor de wedstrijd even een beetje sfeer maken. Ah, geweldig zou dat zijn. Ja, ze hebben me nog niet gebeld. Dus misschien dat ze mijn telefoonnummer kwijt zijn, ik weet het niet. Nee, maar dat bedoel ik nou, Ab. Jij komt dan met een voorstel. En dat is natuurlijk superleuk, want die Chabo die is bekend van Maastricht tot aan Groningen op het moment. Ja. En die wil dat dan hier eigenlijk komen doen. En dan moeten ze er eerst over nadenken. Nee, dat moet je omarmen. Mensen die de club willen helpen, dan moet je zeggen, hé, dat is een idee, laten we dat gaan doen. Ja, ik denk het ook. Nou, heb ik ook nog iets. We hebben het nou op het stadion, hè. En ik wil natuurlijk geen olie op het vuur gooien, want je moet tegenwoordig even een beetje uitkijken over wat je zegt. Want we hebben het al lastig zat met de supporters natuurlijk op dit moment. Maar is het nou wel slim dat wij Vitesse supporters hier hebben? Nou ja, weet je, ik zei zaterdag gekscherend, zat ik met wat mensen te praten. Ik zeg ja, vorig jaar uit en thuis bij Vitesse toch wel een hoop trammeland geweest. Ja. Zou het nu niet verstandig zijn op dit moment om de uitsupporters niet toe te laten aankomende zondag hier? En zeg maar, als wij uit naar Vitesse moeten, om zeg maar zonder supporters te doen en gewoon eerst eens de rust lekker te laten regeren. Ja, omdat het ook, dus daar volgens mij is het daar vorig jaar 2 keer fout gegaan, hè, met Vitesse. Zowel uit als thuis. En laten we eigenlijk alles voor zijn en zorgen dat het dan alleen Utrecht supporters hier en een leuke feestmiddag van. Dat denk ik wel. Ja, ik ben het een beetje eens op zich. Maar ik denk wel dat nu de supporters ook laten zien als Vitesse wel komt, hoe het moet. Dus ik denk maar het is ook een mening die ik, die ik heb. Hè, en waar ik zeg maar gewoon over na zat te denken. Ik heb het liefst wel dat het allemaal zeg maar met uit- en thuis supporters natuurlijk. Dat is het allerleukste. Man. En ook het gezelligste, laat ik dat voorop stellen. Wat ik al zei, ik ben meegegaan en ik heb echt wel het gevoel dat de supporters ook wel in de gaten hebben. Dat, prima toch dan. Als dat zo kan, bepaalde. Dan vind ik het helemaal goed. Luister, we gaan weer terug naar het voetballen. Dat middenveld. Hè, we hebben natuurlijk Jens. Ik had het idee dat het middenveld voor 80% Jens was en 20% die Boussiet. Het is bewonderenswaardig wat die jongen afloopt en waar die overal te vinden is. Ik vind zijn rendement heel erg laag. Maar is dat nou niet een van de dingen die we het eerste... Wij hebben het nu al 4 weken over Boussiet gehad. En dan zeggen wij van verschrikkelijk veel gelopen. Ongelopen. Rendement eigenlijk nul. Ja. Ik heb het idee, als wij zeggen Boussiet niet erin, dat hij hem als eerste op papier zet. Ja. Maar wij zien het allemaal, maar hij traint natuurlijk wel de hele week met ze. En misschien is het wel zo dat hij de ontbrekende speler is. Als ik naar de selectie kijk, een Brouwer, hè, die vorig jaar een van de allerbeste eredivisievoetballers was. Er is geen schim van over. Nee. En dat is toch wel jammer. Vond ik hem niet eens zo heel slecht spelen. Nee, maar hij wordt verkeerd gebruikt. Ja, maar hij had het. Ook hij zie je zoeken in het systeem. En ik moet eerlijk zeggen, ik was al onder de indruk van meneer Dost. Maar dat per week raak ik meer onder de indruk van die meneer Dos. Het is niet alleen meer een spits, maar hij is echt de baas in het elftal. En hij zet dat hele elftal van voor naar achteren, zet hij goed.
Weet je wat ik ook wel eigenlijk wel heel mooi van Ab? Wij hebben altijd een lans gebroken voor Doevikas. Ja. Die jongen die schieten nu gelukkig dan drie in. Wel. En dan en mooi, twee hele mooie. En dan kennen wij van zeggen nu van, ja, dat hebben wij iedere keer al geroepen. Nee, die jongen die heeft ook heel veel in zichzelf geïnvesteerd. Ja. Heb jij zijn bovenbenen gezien? Ja, als die daar een beetje kracht op zet. Ja, een beetje mijn bouw. Dat is dan wel, dat heeft hij zelf geïnvesteerd. Ja, hij heeft zijn eigen zelf verder ontwikkeld. En nu gaat hij echt voor die basispas. Hij zat er en niet dan weer... gaan wij een hoop plezier van beleven. Want hij zat er niet weer met die Redan gaan beginnen. Want die Redan die was ook... Maar heb jij gezien naar die jonge Oranje selectie? Daar zit die Redan gewoon bij. Ja, ongelooflijk. Dan denk ik bij mij, hebben we dan helemaal niks meer in Nederland? Want die jongen die is snel, recht op de goal af. Ja. Alleen hij weet het doel niet te vinden. Nee, en dat is wel jammer, want in de oefenwedstrijden had hij dat juist weer wel. Ja, ik ben het heel met je eens. Nou, dat brengt ons natuurlijk, tegen Vitesse. Eigenlijk een club die in hetzelfde vaarwater zit als wij. Hè. Het loopt ook niet echt geweldig daar. En die hebben natuurlijk van het weekend ook gewonnen, net zoals wij. Ja, weet je, ik moet je wel zeggen, het is, jij zegt een club net zoals wij. Kijk, wij hebben natuurlijk Frans Verzeumeren die ons toen geholpen heeft. Hun hadden een rust en er wordt even 151 miljoen weggescholden. Ja, ja, ja. Nou, dat heeft Frans Verzeumeren nooit gehad. Nee, die is altijd de club blijven steunen. Ja. En hun alle overige spelers vandaan. En uiteindelijk blijkt nu, hele grote schuld wordt zo even weg. Ja, ik bedoel dat niet. Ik bedoel eigenlijk qua voetballen, hè, weet je wel. We hebben ook geen lekker begin gehad. Oh, zo, dat bedoel je. Okay. We hebben geen lekker begin gehad. En net zoals wij dit weekend eigenlijk voor het eerst weer een beetje normaal gevoetbald. Ja. En ik vind het toch een raar tegenstandertje. Vitesse heb ik gisteren... Die hebben die van Dijk gehaald, hè? Ik heb gisteren zitten kijken tegen Groningen, omdat ik dat leuk vind, omdat dat de eerste... Maar wat ze wel hadden, is dat ze echt als elftal nu, want die Duitse trainer... Die krijgen het daar toch weer op de rit. Ja, ja, ja. En die heeft echt mindere spelers nu af. Ja. Dus dan is het toch een teken dat die man wel kwaliteiten heeft. Ja. Dus we moeten daar oppassen dat we niet in hetzelfde trucje gaan trappen. Waar Groningen gisteren ook intrapte. Ja, want die kwamen iedere keer met 4-5 middenvelders eroverheen. Ja. En toen werden ze. Want klopt. Vitesse had er op een gegeven moment 2-3 kunnen maken. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, voor de rest hebben we nog iets te melden. Dat ik hoop dat we in ieder geval met grote getalen. Hè, zondag 11:15 wedstrijd. Het is niet de ideale tijd. En ik vind trouwens toch dat wij... Weinig om 14:30 spelen. Nee, maar als je nou kijkt, Ajax 11:15, Vitesse 11:15. Ja. En dan krijgen we ook nog eens een keertje Groningen 11:15. Ja. En dan... Ja, weer een hoop verzette wedstrijden. Hoop verzette wedstrijden. 16:45 is weer 14:30 geworden. Ja. Volendam uit is... Dagje eerder, hè? Dus er wordt nog steeds een hele hoop geschoven en gedaan. Dus zondag dan hoop ik toch wel op een goed gevulde Galgenwaard. Ja. En dat we daar onze eerste overwinning kunnen gaan pakken. Ja, en ik hoop dat de supporters laten zien dat we er allemaal zijn geweest. Ik ben er 100% van overtuigd dat er van die 18.000 mensen bijna iedereen wel voor zijn clubje is. En ook in die groep van die jongens, dat is geloof ik nou maar. Dus echt... laten we met z'n allen in ieder geval achter de club gaan staan. En die groep van die jongens, dat is echt 99% zijn gewoon goede jongens. Daarom zeg ik, met z'n allen achter de club, zorgen dat we er zijn. En zorgen dat we die 3 punten eerste overwinning in de Galgenwaard gaan halen. Ja, dat gaan we ook doen. Nou, wie is aan de beurt voor de eerste... Ik heb vorige week jou als eerste laten rijden. Dus dat ben jij? Nou ben ik aan de beurt en ik ga voor een hele mooie overwinning. Want ik heb er een goed gevoel over. Ja, ik ook. Ik zeg dat het 3-1 gaat worden. Nou ja, ik ben altijd wel bang. Ik hoop dat we de achterhoede een beetje deze week gaan repareren. Wat mij betreft mag die Sanjan het ook wel weer een keer proberen als voorstopper. Niet in die rijruimte aan die linkerkant. Dan gaan we de 0 houden. Goeie keeper. Fantastische keeper. Was trouwens de beste man van het veld. Vond ik ook. En dan gaan we met 2-0 winnen.